Eindelijk, we zijn er bij de mozaïekvloeren. Mooi om te filmen. Mits. Gesloten. Hallo, ik ben Erik. En ik ben Joke. En samen zijn wij de YouTube Donkies. Je ziet hier de hele kust staat vol met bungalowtjes. Ik heb ook aan de andere kant van de weg. Staat helemaal vol? Ja, zo ongeveer. Ik moet zeggen dat het rustig is. En laten we gewoon eens kijken. Dan is het ook één groot bouwproject. Dus Noord-Cyprus het noorden. Ja, inderdaad. De kust die eigenlijk uitkijkt over naar Turkije, dat is toch eigenlijk wel heel erg volgebouwd inmiddels. Het is echt moeilijk om een plekje te vinden waar je kan wild kamperen zoals wij meestal doen. Dat zou jammer zijn. De huizen zijn gewoon op de afgrond gebouwd. En nu zien we de andere kant van het eiland. De weg naar Kantara. Een mooie, brede weg. Met uitwijkmogelijkheden. Aan beide kanten zien we een afgrond. Natuurlijk ben ik altijd degene die alles wil zien. Kom, we gaan naar het Kantara kasteel. Ik ben natuurlijk degene die de schoenen een paar maten te groot heeft momenteel. Geen tegenleggers? Geen tegenleggers, tot nu toe. Kan ook niet. Nee, want dan... De kant op de weg is 2,5 meter breed. Zie je bord? Zie je bord? Ik zie niks. Ik zie alleen maar lucht. 200 meters. Your destination will be on the left. Kijk, dat is mooi. We komen er. Oh, hij is het wel waard. Ja, hij is het wel waard. Ik vind het wel te entree. Hollander. Ja. Wat was ik blij, hè, net dat we geen tegenliggers hadden. Zeker, hè, maar ze zijn er wel. Hij komt hier op de parkeerplaats. Jongens, jongens, jongens. En dan moeten we nog terug ook. Beest. Daar gaan we. Het kasteel bekijken op Noord-Cyprus. Je ziet iedereen met wandelstokken, zware attributen thuis laten. En ik denk dat het heel veel klimwerk wordt vandaag. Ja, goed voor de conditie. Nou, het is een beste klim. Kunnen we niet ontkennen, maar het kasteel ziet er wel zeer spectaculair uit. Dit moet je ook niet doen met 40 graden in de zon. Wauw! Nee, ik ben er als eerste zeker mee. Hoppa, niks aan de hand. Steeds een stukje hoger. Zullen we heel veel slaap?
dagen hebben gehad om zo'n kasteel te bouwen. Ja, ik ben er jaloers op. Om te slapen, ja. Ik had er maar één. Hoger en hoger. Nog hoger. Ik denk het wel, hè? Anders zaten die deuren er niet in hier. Schitterend. Ik kan ook springen. Weet je, de vijand was al dood toen hij boven kwam met al die trappen. Lekker toch, die trapjes, klimmen. In het begin waren het natuurlijk helemaal geen trappen, hè? Nee. Dus dan heb ik weer een andere trap. Wat je stond daar? Dat we echt wel geklommen hebben, hè? Gewoon met de hand helemaal naar boven. Ja, dit kleine stukje. De rest hebben we met die auto gedaan daar beneden. Applaus voor onszelf. Ja, kijk. Het tweede die vandaag het hoogtepunt bereikt. Stukje nog. Ongelooflijk, ze is er. Allemaal bouwen. Dat was mooi. En ook. En goede tijd. 11 uur in de ochtend. Snoei heet. Valt nog mee. 12 graden in Nederland. Dan mag je nog niet klagen eigenlijk. Hè? En hopen dat we geen tegenwegs tegenkomen. Dat mag allemaal. Het is alleen één nadeel. Ik denk heel gelukkig naar beneden. Maar wij moeten hier links rijden. En dat houdt in dat we weinig ruimte hebben. Ik weet niet of je het kunt zien, maar daarboven op die berg zaten wij. Wat door een gaatje. Een gaatje meer of minder maakt niet uit. Mooie blommetjes. Beetje steenval. Geen tol. Nee, denk ik niet, hè? Ja, de vogel is mooi. Dat snap je niet, hè? Die wil ik dan graag filmen en dan rij ik voorbij. Dat is het ook even. Filmen die dan. Bravo! Dat is een keer, Henry.
Daar zitten we dan in een gezellig Turks cafeetje, een beetje aan de thee, shake en koffie. Ja, hij is ook Turks. Vinden wij van wel. In ieder geval, we waren op zoek naar het olijfoliemuseum. En die zit natuurlijk dicht. Was trouwens ook niet makkelijk te vinden, want er staan natuurlijk geen borden, dus dat was nog even zoeken. Uiteindelijk toch een molensteen gevonden met wat dingetjes erbij. En dat was het ongeveer wel. Dus we gaan nu door naar de volgende attractie. Jouw attractie? Mijn attractie. De mozaïekvloer. Ik heb een mozaïekcomplex de laatste tijd. Dus ik heb de foto's gezien en dat zag er wel heel erg mozaïek mooi uit. Dus we gaan kijken of we het kunnen vinden. Er zullen ook wel weer geen bordjes staan, maar we laten ons niet kisten. Nou, het is weer dat we water nodig hebben. En nou zaten we bij een heel leuk restaurantje. Erik heeft er een van de kinderen gefilmd die een concert heeft vandaag. En vader gaat nou mee. We gaan de andere kant op. Denk erom dat we links moeten rijden, hè? En vader gaat nou mee om water te halen. Hij gaat voor ons rijden. Zijn kleindochter zit mee in de auto. En die gaat even de pomp aanzetten. Zodat wij onze tank weer vol water hebben. Dus je kan inderdaad zien hier dat water een groot probleem is. Normaal bij ons, zoals het heet in Turkije, is overal wel gratis water te krijgen. Heel makkelijk, overal is water. Ja, je hebt natuurlijk een groot stuwmeer en alles, dus er is water genoeg. Maar hier is water echt een probleem. We hebben een aantal kranen geprobeerd bij de moskee, overal, maar geen water. We hebben nu wat geregeld. We gaan met de vader van het restaurant mee en die heeft een tuin. Daar heeft hij pompwater. En het is toch water wat we niet hoeven te drinken. Dus als we maar water hebben, dan is het al helemaal goed. Moet je hem er wel tegen aanhouden, lieverd? In het gaatje. Er komt heel veel water uit, hoor. Dat komt. Oh, la la. Ja. Erik. Het water is een beetje warm, krijg ik mee. Ja, zo gaat het beter. Het klinkt al aardig vol, hè? Zolo, zolo! Tjok, tjok, tjesseke erin! En dan is het een verkeerde kant. Oh, gelukkig, wij ook. Eindelijk, we zijn er bij de mozaïekvloeren. Mooi om te filmen. Mits. Gesloten. Zo niet te geloven, wij zijn dat niet gewend, hè? Dat dingen dicht zitten. We kwamen net ook al bij een winkel die dicht zit op zondag. Dit is niet te geloven, die mensen willen hier waarschijnlijk geen geld verdienen. Goedemorgen. Oh. Weet je al hoe vroeg het is? Heel vroeg. Half 7. Oh, dat is zo, hé. Volgens mij wordt het tijd dat we in bad gaan. Oh, we hebben geen bad. Kijk eens wat een groot bad. Dat is koud. Oh. Dat water is zo koud. Dat zelfs deze inktvis het niet overleefd heeft. Ja.
Die inktvis denkt, ik ga eruit. Ik ga dat water niet meer in. Zelfs dat beest kan het niet meer aan. Niet normaal. Nee man. Dit kan niemand aan. Zo. Oh. Waarom niet? Het is ongelooflijk koud. Mooi waar. Kom je erbij dat koudje? Oh. Dit kan niet. Is het koud? Dit een mooi filmpje. Oh, ik dacht van die mooie camper van ons. Nou. Lekker. Dan ben ik wel wakker. Nou. Half 7 morgens. Mooie tijd. Het is open. Eindelijk. Het is maandag. En dan zijn ze open. Er is helemaal niemand. Dat scheelt weer. En dankzij een geweldige bijdrage van Nederlandse en Europese inwoners gaan wij hier genieten. Dank u. Wat is dit nou? Grote sinaasappelpers. Erik, ja. Kijk! Mozaïek, ik wil erheen. Eindelijk weer mozaïek. Ik weet niet of het ons aantrekt of wat er gebeurt. Wel heel erg mozaïek. Nee, maar... Filmen die handen, filmen. Wow. Wat ik hier lees. Ja. De terras can be made of natural materials. Stones, marbles, ivoor, koraal, sandstones, bone, shells. En wat niet meer zijn. Ja. Strak stukje mozaïek. Laten we eerlijk zijn. Zullen we er nog wat meer op zetten? Ja, ja, je weet nooit. Echt? Ja.
een mooi christelijk muziekje eronder, wordt dit toch helemaal uniek worden. Hè? En dan voor de kijkers die ons alleen maar volgen voor het mooie mozaïek. Nou, jullie komen echt weer aan de trekken vandaag hoor. Het is niet te geloven. We hebben ze hersteld. We hebben ze eventjes beton heen gemaakt. Hè? Ja, dan blijft het mooi liggen. Te bedenken dat dit al een paar duizend jaar in de zon ligt, hè? Dat het vroeger nog wel helderder geweest is. Oeh, sandalen. Kijk, hier zat de schoenenwinkel. Sandalen. Details zijn altijd zo mooi, want als je daar goed kijkt, hè, dan heb je een ronde steen. Dus volgens mij deed ze toen ook al aan, hoe noem je recycling? Ik denk aan... In die hoek daar. En daar heb je nog een heel mooi klein waterbakje. Een mooi bakje. Ik denk dat het voor de vogels geweest is. Het is werkelijk waar. Ja, daar zullen we vuur gemaakt hebben. Zie je ze aan. Je zal er toch helemaal wild van worden. Tot zover weer een aflevering van de YouTube Donkeys. Vond je de video leuk? Klik dan wel een duimpje omhoog. Of nog beter, subscribe op ons kanaal, zodat je geen aflevering meer hoeft te missen. Tot de volgende week!